De begrotingen, welke thans in behandeling zijn in het parlement, die is niet realistisch. Het is een begroting met alleen geleend geld. Vandaar dat NPS-parlementariër Patricia Etnel aangeeft dat zij tegen zal stemmen. Ze beargumenteert verder waarom zij tegen zal stemmen. U hoort NPS-parlementariër Etnel. Ik zal tegen de begroting stemmen, maar ik zal ook aangeven waarom. Wanneer ik kijk naar de begroting van 2019, dan ben ik van mening dat de begroting een bekroning is van een aantal zaken. Ten eerste een bekroning van het feit dat de regering nog steeds niet heeft aangegeven hoe zij het volk uit deze slechte situatie zullen halen. Hoe zij ervoor zullen zorgen dat die armoede waar het volk gebukt onder gaat, dat zij eigenlijk uit die armoedespiraal zullen komen. De begroting geeft dat niet aan. Ten tweede, de begroting is ook een bekroning van het feit dat mensen, ambtenaren, verder onderdrukt worden. We hebben het gehad over het beleid met betrekking tot ROGB, als het gaat om de directeur die daar is. Daar heeft de minister van ROGB bitter weinig of helemaal niets over gezegd. We zien dat de situatie veel erger wordt, dus daarmee zegt de regering ook dat het beleid van machtsfiguren die gezet zijn door president Boutersen en zijn team op ministeries wordt voortgezet. Hun beleid van onderdrukking, vernedering en eigenlijk het feit dat je mensen dusdanig frustreert dat sommige mensen met bloeddruk en hoge bloeddruk en ook nog suikerziekte uiteindelijk belanden, dat ze dat krijgen. Dat is verschrikkelijk. Ten derde, als we kijken naar deze begroting, is het er iets aangegeven door verschillende organisaties, waaronder de VES, dat de begroting veel te ruim, veel te groot en veel te zwaar is. Men moet bezuinigen, maar deze regering geeft daar geen gehoor aan en zegt wij gaan gewoon verder. Dus dat betekent dat deze begroting ook een bekroning is van het feit dat ze rijk zeggen aan het volk, wij luisteren niet naar u. Ten slotte is deze begroting een bekroning van één belangrijk gegeven. En dat is na 9 jaren regering Boutersen hebben we alleen maar toenemende begrotingen gehad van miljarden. Maar wanneer we kijken naar het spin-off effect van al die miljarden naar het volk toe, dan heeft het volk gehad hoge prijzen in de winkels, meer benzine betalen, meer betalen voor gas en water, meer betalen voor eerste levensbehoeften, weinig werkgelegenheid of helemaal niet. Verder geen doorgroei in die maatschappij, leven van pakketten, dat heeft die maatschappij gehad voor die miljarden begrotingen. Maar daadwerkelijke ontwikkeling niet. En als we kijken naar ook ondernemerschap, dan zien we ook dat deze begroting ons direct zegt dat productie niet iets is dat ze ondersteunen. Want er is heel weinig, nog niet eens 2 miljard gaat van die grote begroting naar het stimuleren van productie. En van welke ministeries zegt u dat de begrotingen onrealistisch zijn? Nou, als we kijken naar alle ministeries, moet ik er dit van zeggen dat je soms bedragen ziet waarbij je afvraagt van hoe komt men aan die bedragen. Wanneer we kijken naar bijvoorbeeld het jeugdbeleid, dan had ik hier gepleit voor een ander soort jeugdbeleid waarbij er daadwerkelijk een integrale aanpak zou komen om niet alleen maar die criminaliteit goed te elimineren, maar ook om preventief te werk te gaan. En dat is bij mij te kijken naar gezinnen. Wanneer we kijken naar het gezinsbeleid en wanneer we kijken naar de integrale aanpak van moeilijke jongeren, wanneer we kijken naar de resocialisatie en de reclassering van jeugdigen in de gevangenissen, kijken we naar die integrale aanpak, dan missen we dat. We zien dat er geen afstemming is tussen de ministeries van Sociale Zaken, van Juspol en van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. We zien en missen die integrale aanpak. We zien dat het er niet is. Dat getuigt van één belangrijk feit.
dat je na al die jaren, na 9 jaren van regeren, niet hebt ingezien dat bepaalde dingen anders moeten gaan. En dan kan je me niet steeds zeggen, we gaan ermee beginnen. Je moest allang ermee begonnen zijn. En dat is wel triest. Toch dat je bedragen als 400.000 begroot om jongeren met moeilijk gedrag aan te pakken. Dat je bedragen van 1 miljoen begroot voor gezinsversterking. Dat je bedragen van ongeveer 3, 4 miljoen begroot voor resocialisatie en dat soort zaken. Dat geeft al aan dat je niet begrijpt waarmee je bezig bent. Toch? Je zou een analyse moeten maken. Je zou moeten weten hoe en welk district heb je gezinnen die ondersteuning nodig hebben. En ik kan je zeggen, alle districten hebben dat. Alle districten landelijk hebben die ondersteuning nodig, omdat in alle districten we weten dat het niet goed gaat met onze jongeren. Dus die preventieve aanpak is in alle districten. En eerlijk waar, met 1 miljoen SRD kan je dat nooit realiseren. Je zou misschien 1 miljoen per district moeten zetten, maar je kan me niet zeggen dat je met 1 miljoen SRD dat preventief gaat aanpakken. Moeilijke jongeren, jongeren met moeilijk gedrag. Dat heb je niet alleen in Paramaribo. Dat heb je in alle districten. Dan kan je me toch niet zeggen dat je met 400.000 dat gaat doen. En ook al ga je het brengen naar 1 miljoen, dan nog doe je het niet daarmee. Toch? Dus ik ben van mening dat de wijze waarop deze begroting is gemaakt en alle begrotingen die ik heb gezien vanaf 2015 tot en met heden, is dat eigenlijk de bedragen absoluut niet passen met het beleid dat je zou moeten uitvoeren in de realiteit. En dat is wel betreurenswaardig. En welke ministerie zou er volgens uw inzichten wat meer geld kunnen krijgen? Nou kijk, ik kan hier aan alle ministeries meer geld geven, maar het gaat niet om het meer geld geven. Het gaat erom dat je je beleid goed moet uitzetten. En ik ben van mening dat je na 4 jaar regering Boutersen 2 en na 9 jaren meneer Boutersen als president aan de macht, dat je wel moet weten waar je naartoe gaat. Dan kan je me niet zeggen dat je meer of minder geld, je kan niet hier naar het parlement komen en zeggen parlement, zeg maar waar je nog meer geld wil hebben. Nee, je moet het al weten. Je moet al weten, want het team is en blijft hetzelfde. Het zijn niet dat er andere mensen, er zijn misschien wat andere mensen bijgekomen, maar die waren op de achtergrond ook erbij. Die zagen ook wat er gebeurde. Dus ik ben van mening dat wanneer we kijken naar de begroting, dan gaat het bij mij niet om meer of minder geld. Het gaat bij mij om het realistische, de realistische kijk op zaken, toch? En hoe realistisch zijn deze begrotingen? Dus ze kloppen niet met die realiteit. Omdat wanneer je het onderzoek zou doen, dan zou je zien dat de impact van wat je nodig hebt veel meer zou moeten zijn. Maar hoeveel meer, dat zou je met goed onderzoek moeten tonen. Maar wanneer je ook luistert naar de manier waarop de ministers ingaan op zaken, gaan ze in op minor things, op kleinigheden. Terwijl de bigger picture, waar we naar moeten kijken, dat missen we bij de beantwoording. Dat missen we ook bij de benadering van de regering. En dat is een heel groot probleem, toch? Want ik kan naar kleinige dingen, kleinigheden kijken, maar die kleinigheden, die zijn voor mij niet van groot belang. Ik moet kijken naar die bigger picture. Waar moeten we als land naartoe gaan? Waar willen we staan als burger? Ik bedoel, als jij zegt vanaf 2015 als regering, als Boutersen, dat je de soevereiniteit van het volk wil behouden, dat je die zelfstandigheid van het volk wil behouden, dan zou ik dat toch in 2019 in je begroting terug moeten zien. Dan zou ik dat terug moeten zien aan de wijze waarop jij de gezinnen aanpakt, zodat ze sterke kinderen hebben, dat ze een sterke jeugd realiseren. Dat zou ik toch moeten zien door begeleidingsprogramma's, dat niet alleen voor Paramaribo, maar in elk district. Toch, dat zijn dingen die ik mis. Als je zegt dat je gaat voor ondernemerschap, dan zou ik moeten zien dat je bijvoorbeeld voor toerisme, als je mij vraagt 50 miljoen vrijmaakt, dan zou ik daadwerkelijk moeten zien van oké, we gaan in Paramaribo bezig zijn, we gaan in Ikeri bezig zijn, we gaan in Komowijnen bezig zijn, we gaan in Marowijnen en waarom? Wat willen we hebben? Wie willen we hier hebben? Willen we alleen Nederlanders? Willen we alleen Fransen? Willen we alleen Amerikanen? Maar wie willen we? Hoe groot willen we? Waaraan kijken we? Hoe kijken we naar het aantal toeristen die we hier krijgen? Wat bieden we ze? Dat zijn dingen die je me moet komen uitleggen in een begrotingsplan. Niet dat je me gaat zeggen van luister nou, we willen dit en we zijn bezig. Nee,
Wanneer je me zegt over toerisme, dan ga je me uitleggen. Evengoed ook wanneer je zegt van luister, ik wil naast toerisme, wil ik bijvoorbeeld ontwikkelen, de reissector bijvoorbeeld. Dan moet je me niet komen zeggen van ja, ik weet dat die vrouwen van boven Suriname reis planten. Dat weten we toch al lang. Maar dan moet je me zeggen, luister, gaan we bruggen maken tussen de dorpen? Gaan we de infrastructuur anders doen? Moeten we een speciale boot laten maken, zodat het vervoeren, het brengen van de verschillende, van die reis naar een bepaalde district, om het makkelijker te verwerken. Wat is jouw plan? Dus meer feiten dan wenselijkheden. Absoluut, absoluut. En dat is mijn probleem. Hetzelfde met onderwijs. Toch? We hebben gezien dat de minister van Onderwijs zegt, de leerkrachten mogen zelf bepalen of ze nou oud of nieuw mogen toepassen. En wanneer je al dat soort dingen hoort, dan schrik je en dan denk je, moet dat nu, hoe kan je zoiets zeggen? Toch, je als ministerie bepaalt het beleid. Wanneer je dan komt, dan moet je zeggen van luister nou, we hebben misschien niet geëvalueerd, maar we gaan nu evalueren. Een evaluatiecommissie bestaande uit die en die personen die gaan het onderwijssysteem evalueren. Want ja, er is een probleem. Er zijn zaken die we anders moeten aanpakken. Eerlijkheid naar het volk, dat hebben we nodig. We hebben geen verhalen nodig. Het volk leeft al met zoveel problemen. Dan kom je een heleboel verhalen. Dan horen we van we hebben 11-jarig een basisonderwijs dat we willen invoeren. Prachtig systeem. Maar ik ben van mening dat het geld kost. En als je het vanaf 2010 verder had uitgevoerd, waren we nu 9 jaren verder. Maar je hebt zoveel waste investment in die 9 jaren gedaan in onderwijs. Dat je jezelf afvraagt van, maar waarover hebben ze het nu? Dus ik ben van mening, en dat is mijn visie op zaken, wanneer je regeert, moet je het volk leiden in zaken. Ze moeten zien waar ze naartoe gaan. Ze moeten zien waar ze voor staan. Ze moeten ook zien wat ze gaan geven. Toch? Want je zegt tegen het volk van luister nou, dit gaat komen, dat gaat komen. Wat gaat precies komen? Wanneer gaan we uit het dal? Want eeuwig horen we zijn er bijna. Maar dan hoor je plotseling weer van de minister van Financiën, we liggen nog in een dal. Maar we horen weer, we zijn er bijna. Waar zijn we er? Toch? Ik hoor de minister van Sociale Zaken ook zeggen van ja, basiskaarten komen weer. Toch? En ik zeg, dat is allemaal mooi en waar. Maar de minister weet ook dat het hebben van een basiskaart nog niet betekent dat de gezondheidszorg is gegarandeerd. We weten ook dat vele mensen geen toegang hebben tot die specialistische zorg, tot die hele goede zorg die ze nodig hebben. Met een basiskaart kan je alleen maar kalpol halen en misschien wat vitamintjes. Maar de kernmedicijnen voor gezondheid, daar moet je ook weer voor betalen. Toch? Wanneer je moet worden opgenomen, ga je horen dat je ook nog wat voor moet betalen. Dus wanneer we het hebben over gezondheidszorg bijvoorbeeld, dan moet je het volk ook voorbereiden. Van luister nou, je gaat een basiskaart krijgen, maar vanwege ons slecht beleid ga je veel voor moeten betalen. Dan weten die mensen het ook. Want dan gaan de mensen straks bij de dokter, dan horen ze van luister nou, ik kan abakarta, maar in pay disi, in pay zo, in pay dati, in pay zo. Dan wanneer het volk je vraagt van maar wat dan? Dan hoor je van de mensen zijn worden opgehit. Maar de mensen worden niet opgehit, want wanneer ze bij de apotheek gaan, dan horen ze ook wat ze moeten betalen. Wanneer ze bij de naar het ziekenhuis gaan, dan horen ze ook wat ze moeten betalen. En dan heeft het niets met oppositie te maken. Dan heeft het niets met kritici te maken. Het heeft met jouw beleid die je hebt gevoerd de afgelopen 9 jaren, die zo wazig is en die zo ondoordacht is en ondeskundig. Het is daardoor gekomen dat mensen vandaag, dat die Surinamer vandaag aan de dag zoveel moet betalen voor gezondheidszorg, voor onderwijs, voor de basisvoorzieningen, voor zijn leven en voor zijn toekomst. Een vissersboot met daarin 25 kilo cocaïne is op 27 mei onderschept ten noorden van de archipel van de Azoren. Aan boord waren 7 bemanningsleden, Galiciërs en Basken. De drugs was afkomstig uit Suriname. Het schip was op weg naar de kust van Galicië, Spanje. Vorige week werd ook 12 kilo cocaïne uit Suriname in Jamaica in beslag genomen. De lading drugs op de visboot was verpakt in 84 balen en is in het ruim van het vaartuig gevonden. Volgens de Spaanse douane had de drugs als bestemming
de Spaanse kust, waarschijnlijk via het Baskenland. De lading zou gecamoufleerd als vis op het vasteland worden gebracht. De operatie werd gecoördineerd door de Spaanse Customs Surveillance en de nationale autoriteiten. Het was de douane patrouilleboot Fulmar die het schip enterde, waarna douaneambtenaren aan boord van het vaartuig gingen. Ze werden bijgestaan door internationale organisaties die strijden tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Alle bemanningsleden zijn gearresteerd, terwijl het schip is gesleept naar de haven van Vigo.